Ja, wel mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is zondag en we hebben zo'n wedstrijd tegen. Serioje. En dat is de laatste wedstrijd van het seizoen. Er wordt de afscheid genomen van een aantal spelers. En die, ja, jullie moeten een bal tekenen of zo. Adres voor de spelers. Als afscheid, ja. Onze vriend Haita. Hoe is u zijn? Furkan, kijk. Furkan die. Waar ben je, Furkan? Furkan die. Wie heeft penalties vandaag? Hoest jongen? Goed met jou. Een wedstrijdje, hè? Basis, hè? Lekker basis. Ja, Furkan, de jojo's. Furkan gaat altijd heel serieus dingen uitleggen. Vertel eens even. Dan nu niet te filmen. Ja, straks lekker potje ballen, hè? Ja, ja. 15 jaar de eerste knakker. En dan speelt vandaag weer met de eerste. Wat zeg je dan? Tjo! Kijk, lange strook, wisselkeeper. Want Thailand is geblesseerd. Of niet lange? Hé, hey, Martijn, goede schoenen staan. Wat zeg je dan, lange? Tegen de kijkers dat we vorige week geen vlag op hebben kunnen gooien, jongen. Sorry, dat dacht ik. En jij stopt ook, Pravin? Trainer zegt net, Pravin stopt er ook mee dit jaar, maar Pravin stopt niet eens. Ik denk, wat is dit? Oh, mooi man. Hij stopt. En hij ook. Jammer, jongen. Stabiel, rustig. Hey, wat zo leeft hij nu, Patrick? Stap je ook mee vlaggen, of niet? 26. Jammer. Stap je al op 26 jaar geleden, Patrick? Ja. Vind je jammer? Nee. Soms een tijd van komen en een tijd van gaan. Ga je een traantje laten vallen straks of niet ermee stop? Ja. We zien wel. Ja, hè? Ik denk het wel. Jij dan, Kev? Wat zeg je? Ik zeg, ga jij nog een beetje huilen straks? Ik denk dat ik ga. Oké, dan. Kijk eens wie er is. Marco, ik heb het vergeten te vertellen. Marco is geslaagd voor zijn... TC3, hè? Juist, bedankt, oer. En Marco voetbal bij Serioio, die moet vandaag tegen zijn oude club, Sportclub, en hij gaat kontje krijgen. Zijn wissel? Nee, dat weet ik niet. Zeggen, weet heeft hij opstelling? Gaan we nu even kijken. Goed, man, succes straks. Hoe is het, Hans? Ja, lekker. Wat heeft vandaag allemaal gedaan, hè? TSM. Benno! TSM voor de 45 plus. Oh, dat was het? Ja, dat was alles een beetje. Druk dagje, man. Hey. En alles een beetje voorbereiding voor het eerste, nou, dat ben je alweer klaar. Klasse, Hans. Benno, wat heb je vandaag gedaan, hè? In de kroeg gezien. Jawel mensen, Theo, oud-trainer van FC Twente, van AZ, van Groningen. Sparta, Roda, 15 jaar betaald voetbal. En dan nu bij Serioio. Ga je winnen vandaag? 15 jaar betaald voetbal. Ga je winnen van jouw clubje? Nou, we gaan lekker spelen vandaag. Voor de laatste wedstrijd. Ja, dat was de kortste bespreking van mijn carrière. Ik heb alleen de opstelling gegeven, dus je moet veel plezier vandaag. Voldoende toch? Ja, zo. Nou, succes straks, Theo. Even nog één keer in de vlog. Eén keer met Stefan, laatste wedstrijd. Helemaal goed afsluiten. Maar ik zou wat uitslag worden. Ja, maar hoe kan Chris nog bij Sparta komen voetballen dan? Waarom voetbalt hij niet bij Serioio? Ja, daar Chris. Is het gebeurd. Hij gaat weg, hè? Jawel, Isaac weer strook. Isaac, alles goed? Alles goed, jongen. Ik ben altijd netjes. Ja, het ziet er goed uit, hè? Natuurlijk moet het altijd. Kom weer uit, Isaac. Lekker, hè? Goeie weekend, laatste wedstrijd. Laatste wedstrijd van eerste, hè? Voerkant doet weer mee. Dan is ben ik echt blij. Ik ben niet kutsgebied. Ik ben ook blij, hè? Voerkant, 15 jaar heb jij niet meer met eerste. Is toch goed? Ja, maar goed. Jij ook blij. Jij bent een trainer. Ja? Jij bent een goed trainer. Daarom heet je eraan. Denk ze mee, hè? Succes dan volgende jaar. Klopt. Alle dames en heren, gezond eten, tijd slaap, tijd wakker. Ben je van Feyenoord? Ja. Lekker man. Beter. Beter. Goed zo jongens. Echt? Ja. Waar ga je voetballen dan? Sorry? Welke elftal ga je voetballen? Voor selectie. Ja, wat goed. Voor onder 11. Ja. Dan kun je zeggen hoe je heet, dan houden we je in de gaten. Ja, ja. Oh. Zeg even hoe je heet, dan kunnen we je in de gaten houden. Die Tobias ook. Tobias, ja? Die samen. Hij zegt dat hij bij scouts voor Twente hebben. Ja? Ja, dat zegt hij. Goed of niet? Drie woordje, verkeerd niet. Gezond weet je wat eten? Is? Ja? Gezond eten? Tijd slaap, tijd wakker. En de wedstrijd is begonnen. Serioio krijgt een penalty en de keeper gaat hem nemen. Ondertussen 1-0 achter. Wie wordt kampioen dan? Feyenoord of Ajax? Feyenoord wordt kampioen vandaag, denk je? Ik is belangrijk, echt Nederlandse elftal is Feyenoord. Echt serieus. Feyenoord kampioen? Ik denk 90%. 10% kans in Ajax. Wat denk jij, Naïm? Ik heb geen commentaar, maar Feyenoord wordt wel kampioen, denk ik. Leuk, wel. Oh. Lekker as, man. Schiet! Ja, laatste wedstrijd van Kevin. Ik kap ermee. Kom maar,
En ook Patrick stopt ermee. Heb ze ook geen shake. Jawel mensen, het is vrijdag en ik ben weer op de club zoals gewoonlijk. Goed, ik heb vandaag een gesprek met jongens van komend seizoen, want ik ga de jongens onder 19 trainen. En ja, moeten we een paar jongens van buitenaf hier zien te halen. Nou, dat zijn spelers die hier al eerder gevoetbald hebben. Ik ben er niet zo van om zomaar spelers te benaderen. En één daarvan, of twee daarvan zijn... Kevin Atalay. En onze slapert. Declan moet gelijk even stoer doen, hè. Die wil zich niet voorstellen. Maar Declan, die hebben ons verlaten afgelopen seizoen. Nou, ik hoop dat ze nu weer terugkomen om in onze jongens onder 19 te komen voetballen. En ja, ik zal even kijken waar de rest van de boys zijn. Kijk. Jawel, daar zijn ze wel. Mart, wie waar? Camera. Dit is een nieuwe. Rick, hoe is het jongen? Hey, Ricky. Ricky. Daantje, kijk, ze verstoppen zich. Ja, volgend jaar gaat dit zo, hè? Zogenaamd willen ze niet op de vlag. Ik ga niet op de vlag. Wil je niet op de vlag, heb je al pech, jongen. Je staat er al op. Goed, maar een aantal die zijn natuurlijk alweer te laat. We zouden om 8 uur hadden we afgesproken. Maar ja, ze komen binnen, kijk. Hey, dat is hem, jawel. Niels komt er ook aan. Hey, wat leuk, jongens. En goed beginnen is half werk, of niet Niels? 10:08. Tot 15 juni, dan is de overschrijvingsdatum. Moet ik even aardig tegen ze blijven doen. Dus het is helemaal niet zo erg dat ze te laat zijn. Maar als het seizoen eenmaal begonnen is, dan zijn ze zeker de sjaak. We hebben eigenlijk bijna hetzelfde elftal als afgelopen seizoen. En dat waren echt allemaal goede voetballers. Ja, nu trouwens ook hoor. Maar ja, die kunnen we er gewoon goed bij gebruiken voor komend seizoen. Dus ik hoop dat ze terugkomen. En ik heb zo'n gesprek met ze om ze over te halen. Kijk. Hans. Jawel. Een club zonder Hans, kan niet. Wat zie je sportief uit, man? Ja, ik heb een wedstrijdje gevoetbald. Ja? Ja? En, hoe ging het? 8 keer gescoord. Hoeveel panna's? 8 keer? Hoeveel panna's? 0. Oh ja, Hans, jij wel. Ja, ik natuurlijk. Ja. Hans, pak die Lucas even aan, man. Ja, dan moet ik de benen zo pakken. Ja, doe eens even dan. Doe eens even, Hans. Hé, hey, Dek. Wat zijn jouw voorwaarden om terug te komen dan? Geld. Heel eerlijk, deze gasten sporen echt niet. 17 jaar willen gewoon geld, kan toch niet? Ongelooflijk. 30 euro, hoeveel wilde je dekken? 30 euro, 50 euro per wedstrijd. Helemaal gek geworden. En ze krijgen al een trainingspak, schoenenbon, een mooie tas, een toernooi naar het buitenland, eind van het seizoen. En dan willen ze nog 17 jaar mensen, kom op man. Ongelooflijk, hè. Dat kan toch niet? Je kunt toch geen spelers van 17 betalen, maar goed. Ze zijn allemaal naar de bestuurskamer. Marwan en Quentin die zijn te laat. Goed begin jongens. Ga erin. Goed, jongens, welkom. Goed dat jullie allemaal even zijn. Ik ga niet te lang houden, kort maar krachtig. Ja, ik had vorige week vrijdag met Lloyd, Niels, Kevin, Declan en Marwan had ik een gesprek om terug te komen bij Spotclub. Dan heb ik het nog niet over Ray en nog één of twee die eventueel misschien weg willen hebben, waar ze over twijfelen. Maar wat wij proberen is om deze groep bij elkaar te houden en om een zo groot mogelijke selectie te krijgen voor de A1 in de eerste klasse kampioen te worden. Nou, de groep heb is van, kijk even om je heen, met Tim, natuurlijk ook niet te vergeten, Marwan, Quinten en Cesar erbij heb je denk ik, en een goede keeper Martijn, heb je denk ik gewoon een hele goede selectie om kampioen te worden. En als je met het elftal kampioen wordt, speel je jaar later hoofdklasse, want er zijn natuurlijk veel eerstejaars. En dan heb je een doel waar je naartoe kan streven. Ik denk dat wij vanaf het begin van het seizoen dat doel duidelijk moeten maken en daar met z'n allen keihard voor moeten werken. En daar ook alles aan doen. Als je al de insteek, als je al begint met het idee, het is mijn eerste klasse en het boeit allemaal niet, gaat het mis. Ja, dus dan moeten we van tevoren duidelijke afspraken maken, ook wat trainingen betreft, opkomst betreft. Dat was afgelopen jaar een beetje moeilijk, maar goed. Nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Willen jullie wat wij voor jullie doen? Wat kunnen wij nog meer voor jullie doen? En vooral voor onze jongens, hè, die er natuurlijk ook zijn, ook natuurlijk belangrijk. Wat is belangrijk voor jullie? Hè, dat jij zegt van, nou, ik wil bij Sportclub blijven en ben naar Sportclub komen. Want wij proberen echt van te maken. Ze zijn ook echt bezig om wat van het eerste elftal te maken. Ze proberen de club gewoon echt weer een boost omhoog te geven. En daar hebben wij niet alleen jullie bij nodig, maar ik denk dat jullie hier gewoon een heel belangrijk onderdeel in zijn. Of niet, Roy? Ja, zeker. Goed jongens, ik laat het hierbij. Ik kom erop terug. Ik ga met Roy even dingen voor jullie proberen te regelen. Ik hoop dat het lukt. En nogmaals, wees gewoon eerlijk tegen me. Dan weet ik ook waar ik aan toe ben. Maar ik ga er zeker achteraan. Ja?
We houden contact. Tjoe. Jawel, kijk, er wordt hier zelfs gebarbecued. Gewoon drie. Bert, hoezo heb je hier gewoon drie barbecues staan, man? Ja, goed. Veel mensen, bij ons komt wel veel op het feestje. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar volgens mij geven die spelers wat aan hun trainers. Als bedankje of zo, of andersom. Andersom. Oh, is andersom. Die spelers worden veel te veel verwend, man, Sean. Hey. Die spelers worden me verwend hier, hè. Hey. Jongen, jongen, man. Altijd met 1500 training, hè? Ja, netjes, of niet? Heeft hij niet van jou, hè, Sean? Je bent niet ziek, hè? Heeft hij niet van mij. Hey, en de squad ook niet van jou, Marcel? Dat dacht ik. Kijk, ja, van mama, ja. Jawel, mensen. Nou, heel eerlijk, ik sta hier met twee trainers van de C3, jongens onder 13-3. Hallo, ja. Maar ik moet eerlijk toegeven, twee zulke gasten heb ik nog niet eerder meegemaakt die zoveel doen voor hun elftal en ervoor zorgen dat gewoon iedereen kan gewoon elke week trainen, of niet? Zeker. Maar hoe hebben jullie het nou geregeld dan? Bij mij, ik heb elke week maar 10 of zo. Hoe fixen jullie dat? Leer mij dat even. Leuke training, hem. Ja. Ja, uiteindelijk hebben we door de motivatiefilmpjes ook de kinderen heel gemotiveerd gehouden. En ook de afwisseling in de training, dat is ook wel belangrijk. En we hebben er een team van gemaakt, dat is ook wel belangrijk. Ja, ze hebben ervoor gezorgd dat allemaal, en niet van de meiden, allemaal bekende voetballers, acteurs, hebben allemaal leuke dingen elke keer voor die knapen ingesproken. Nou, ja, ze hebben het echt goed gedaan als ik zie hoe ze met ze omgaan vandaag weer de barbecue. Ik zeg dikke vette complimenten aan jullie boys. Dankjewel. Dankjewel. En, wat zeggen we dan? Volgend jaar Ajax. Ja, Joe. Ja, wel. Ja, dat maakt het niet. Kan niet praten. Michael. Ook, je zegt zit meteen de groep. Laat me even mijn intro gooien. Yo, mensen, ik ben bij TVV SVV. Het is een toernooi hier. Ja, wordt hier een toernooi gespeeld. En straks moet ik naar Spotclub, waar ook een toernooi is, moet ik talent uitzoeken. En ik sta hier met een paar boys die ook aan het voetballen zijn, maar wat is er allemaal aan de hand? Ik kwam hier met laat jullie even iemand zien met de mooiste ogen uit Enschede. En hoe Michael. Michael heeft de mooiste ogen hier in Enschede. Ja? Kijk eens een keer, dames. Ja, ben je op zoek naar een leuke... Hoe oud ben je, Mike? Man, wacht eens even. Kom eens in mij. Kom eens in mij, joh. Wel, en ik ben weer bij Sportclub met de boys van... D2. En... ja, er is een groot toernooi hier in bij Sportclub gaande. Uit Duitsland komen ze, uit heel Nederland. En jongens, hoe gaat het? Goed! Goed. Ja, hoeveel hebben jullie net gemaakt? Verloren, hoeveel? Ja, 3-1. Dat kan toch niet? 3-1. En wie heeft die ene gescoord dan? Hey, jij? Ja. De aanvoerder? Ja. Jawel, jawel. Hey boys, wat zeggen we dan? Ciao! Goed, onze onder 13 speelt hier ook. Even kijken. Ze staan volgens mij achter. We staan met Albert, de organisator van het toernooi. Hallo. Hoe gaat het, Albert? Ja, het gaat uitstekend vandaag. Ja? We hebben mooi weer, dus zeker mooi, we hebben niks te klagen op dit moment. Bijna alle teams op komende dagen, dus ook daar zijn we heel blij over. De organisatie loopt inmiddels elk jaar als een zonnetje weer. Dus, ja, als jij dat regelt, Albert, kan niet anders. Dat gaat alles prima, dat gaat alles prima. Albert, die had mij gisteren gevraagd om het talent van het toernooi uit te zoeken. Maar goed, het toernooi begon om 8 uur of zo. Nee, ik weet het niet. Maar ik kon er niet vanaf het begin erbij zijn, dus doet de voorzitter dat maar. Maar goed, ik ga even een paar stukjes vloggen. Even. Schijnt dat er bij Rijnen in het elftal in Duitsland een hele goede speler rondloopt, Albert? Ja, een aantal zelfs. Maar een nummertje 6, een klein middenveldje, is voor mij een talentje. Nou, dan gaan we die zo even opzoeken en dan kijken of we een paar mooie acties van die kraap kunnen gaan. Precies. Oh ja, ik moest nog even een loodje kopen, hè? Ja. Ik moest... ja, wat kost dat dan? Het kost voor 2 euro. 2 euro voor 5 loodjes? Ja, 15 euro. 15 loodjes voor 5 euro. Ik word hier gewoon 5 euro lichter gemaakt. Moet je nou vooruit dan maar, hè? Ja, hoeveel? 10. Ja, het is goed. Nou, dit zijn de loodjes. Wat moet ik doen? Gewoon eentje weer uithalen? 18. Oh, in één keer. Zijn dit de 18? Nee, je moet gewoon per 5 zoeken. Oh, per 5, oké. Oké, nou. 5. 10. 5. 3 gratis, jawel, jawel. Dat is aardig, hè? Anisha is altijd. Ja. En nu dan, moet ik ze één voor één open doen? Ja. Ah, nee. Maar ik wil Anisha ook wel voor jou doen. Jij op de helft. Nou. Nou, dan kom ik straks wel even terug en dan hoor ik wel of ik wat gewonnen heb, ja? Ja, is goed. Ja, oké. Okay. Doei. Je hebt vast niks gewonnen. Nee, dat denk ik ook niet.
gewoon 5 euro lichter gemaakt hierom, man. Wat verdomme die loodjes. Nou, ik ben benieuwd of ik zo nog wel gewonnen heb. Jawel, en de wedstrijd van de Duitsers Eintracht Rijn is begonnen. Ik ga hier nu even kijken en dan ga ik hier weg bij de club. Hij is oer, die. Ondertussen zijn we bij onze vriend Wesley. Kijk, daar staat hij. Die kale. En Wesley die heeft na competitiewedstrijd voor promotie. Die speelt nu in de derde klasse. Ja, die kan naar de tweede, maar staan met 1-0 achter. Dat gaat niet zo best, hè? Nee, dat gaat zeker niet best. Ja, kijk, en Bako, die had toen de penalty gemist. Bako, wat is gebeurd, man? Laat eens even zien die been dan. Wat heb je gescheurd? Hey. Oh, meen je niet, hè? Je hebt eigen goal gemaakt, hè? Wat was je nee, dan? Ik weet niet, die 1-0 was toch eigen goal? Ja, voor de niet oh, okay. Lekker, man. Allen die fix, als ze doorgaan, heeft Allen gezegd dat hij een auto's gaat schoonpoetsen. Of niet, Allen? Tuurlijk, geen probleem. Met z'n Allen die heeft zo'n gekke schoonmaakbedrijf van auto's. Maakt je auto top. Op en top schoon. Kakeling, goed, die ding, die promoot iedereen. Snap je? Allen heeft gezegd, als jullie doorgaan, ik fix die auto's. Toch, Allen? Tuurlijk. Lekker, man.